Ja, hoe rooi ik mijn aardappelen? Wij doen dat in twee fasen. Dat houdt in, we staan hier bij de voorraadrooier. Die lift de aardappels en dan komen ze achter de machine weer op de grond in het zwart te liggen. En is het de bedoeling dat ze daar even een tijd liggen te drogen. En onderwijl, als er wat moederknollen in zitten, lopen ze die zwaarden ook nog na. Om te kijken, om die moederknollen eruit te halen. De reden dat we zo rooien is om een beetje kwaliteitsverbetering te krijgen. Twee fasen. Het drogen is je hoeft minder in huis te drogen, ze zijn sneller droog. Vanwege het bacterieprobleem, dat is toch vaak een vochtprobleem. Hoe eerder de aardappels droog zijn, hoe minder de bacterie om zich heen kan grijpen. Ja, in nattere jaren is voorraadrooien minder interessant. Hè. Je hebt dan gewoon minder droge momenten. Deze machine hebben we wel dusdanig ontwikkeld dat we hebben een uitgebreid reinigingssysteem erin. Dus ook in nattere jaren kunnen wij wel een schoon zwart maken. Hè, die dan ook weer eenvoudig is op te rapen. Maar vooral de wat latere rassen, als bijvoorbeeld de agria, daar wil nog wel eens een moederknol in zitten, ook als het laat wordt. Ja, dan lopen we ze wel serieus bij lang. Maar de gedachte is wel, ze liggen direct op het land. Onder droge omstandigheden zijn ze ook binnen een kwartier droog. En is ook de gedachte dat de versmering van die moederknollen dan ook niet meer aanwezig is. En dit jaar ervaren we toch minder hinder van de moederknollen als... Zoals bijvoorbeeld over 2 jaar terug. Hè. Vorig jaar was het erg laat vanwege de natte. Nou ja, dan heb je er ook minder problemen van. Maar voordat ze allemaal weg zijn, dan heb je vaak wel een hele hoop geduld nodig. En naar aanleiding van vorig jaar moet ik ook wel weer eerlijk wezen. Hè, was het gewoon erg laat dat je van het jaar wel weer een beetje wat vroeger wilt. Want dat hele late, dat wordt nu risicovol. Ja, met de oost. Hè. Je moet wel weer oppassen voor vervelling, hè? Want dat is wel weer een risico wat dan ook weer dreigt. En in sommige jaren, als het lang droog is, dan moeten die aardappels nog echt nagekeken worden. En dat ze echt lang op het land liggen, dan dekken we ze zelfs weer onder. Hè? Om ook dat probleem een beetje te cancelen, dat het te droog wordt en dat je beschadiging van die aardappels krijgt. Als het product mooi droog in de schuur komt, hoef je minder aandacht aan het ventileren te besteden. Dat moet natuurlijk alsnog wel gebeuren, hè. Dat doen we ook wel. Wat voor ons ook gewoon heel belangrijk is, om met dit systeem zeg maar een iets aan het bacterieprobleem te doen. Hè. En dat ervaar ik ook wel. Hè. Ik heb ook wel eens natuurlijk een partij dat dan heel moeilijk gerooid wordt en wat niet goed gaat. En ik heb toch wel het idee dat dat in de nateelt vaak meer problemen oplevert op bacteriegebied als dat je het product goed in huis brengt. Kijk, mijn filosofie is wel een beetje van die moederknollen, dat is een product, dat zijn aardappels die aan het rotten zijn. Een rottingsproces, daar zijn wel vaak bacteriën bij aanwezig. En je kunt je voorstellen, als je dus veel moederknollen meerooit, dat je dus die bacterie versmeert in je product. Dus hoe schoner het product is van moederknollen, hè, en ook hoe droger, hoe minder groot het probleem is met bacteriën. Maar ik zeg wel, het is wel een onderdeel. Hè. Het is niet dat je het alleen daarmee redt. Je zult meer moeten doen, maar het is een mogelijkheid om wat te doen tegen de bacteriën.